al mijn meiden in de tent. Laat zien dat je er bent. Ik voel me helemaal zen als ik bij mijn meiden ben. Ik heb groot nieuws en grote plannen. Kom maar. Oh man, de e-tent. Ik ben hier lang niet geweest. Ja, ik wist niet hoe erg ik het gemist had. En jullie allemaal. Wauw, samen met mijn meiden bij onze favo e-tent. Het voelt zo... Oh, tragisch. Hey, het BB Race Arcade spel is weg. Ja, het is wat vervallen. Niets dat een discobal, een nieuw arcadespel en een paar neonlampjes niet kunnen oplossen. Dikke pech. Ik ben weg. Wacht, dit is wat ik jullie wilde vertellen. Weet je nog hoe we altijd onze beste ideeën kregen hier in de e-tent? Nou, ik had er een die zo tof is dat je uit je plaat gaat. Ik heb deze plek gekocht. Yes. Dat klopt, Queens. Je kijkt naar je nieuwe oude Favo hangplek. Zo blij dat je er bent. Hallo daar. Oh, mijn hemel. Je ziet er waanzinnig uit. Dit feest is te gek. Royal Bee, je hebt het echt goed gedaan. Oh yeah. Het lijkt erop dat iedereen het naar zijn zin heeft. De diva heeft het gedaan. Oh, Lady Diva, je bent er. En... Wow, ons BB Race-spel! Staat mijn score er nog steeds op? Ja, toen ik het zag, besefte ik wat deze groep voor mij betekent. En wat er ook met jullie gebeurt, ik wil er deel van uitmaken. Oh, mijn vriendin. Kijk, zo hoort het nou te zijn. Wij allemaal samen. Ja, daarom heb ik mijn muziekvideo hier gebracht. I can always count on you to catch my vibe. You have 100 times, so when I see you, doubt your shine like glitter on the ground at night. I wanna hear you scream, rock to your own melody. Come on and shout it out, say I'm a queen. Beste album, beste artiest, beste nummer van het jaar gaat naar Lady Diva. En het publiek wordt gek. En ik heb een grote trofeekast nodig. Nu kan ik slapen. Eeuw, spin! De badkuip werd een wastafel en Lady Diva vond een keuken. Ja, het gebeurt overal in het huis. Oh, het is vast de Creepy Crawler. Nee, het is gewoon het House of Surprises. Weten jullie nog hoe het restaurant een podium werd vlak voor het feest? Echt niet. Er is iemand in het huis en ik denk dat het de Creepy Crawler is. Laten we het restaurant gaan controleren. Als de Creepy Crawler in het restaurant is, gaan we haar vangen. Neonlicious, al die dingen die gebeuren komen door het House of Surprises die gewoon haar ding doet. Er is hier niemand. Of, wel? Creepy Crawlers, twee ervan! We hebben ze. Huh? Spirit Queen? Countess? Wat doe
doen jullie hier? Je ketchup. Ja, de ketchup in het restaurant is zo lekker. We moesten terugkomen voor meer. Eigenlijk ben ik aan het werk. Ik maak geluidsontwerpen voor een nieuwe film. Dus het is mijn taak om alle geluidseffecten te krijgen. Schreeuwen, naar adem snakken, dat soort dingen. En je zei dat ik altijd welkom was. Dus we kropen naar binnen en deden het potten- en pannen-ding. En de spin. En de vuurkuil. Maar die draaiende kamer, geen idee wat dat was. Het is het House of Surprises. Die doet dat soort dingen gewoon. Al die gekte heeft me geweldige geluidseffecten bezorgd. Hoor maar, je gaat gillen en schreeuwen. Tjo! Is dat niet top? We hebben wat we nodig hebben. Dus ach, 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 het is dag, dag, dag. Boe. Wat? Dat was griezelig. Ja, het roller derby seizoen is bijna voorbij. Dus ik heb een baan nodig. Als je een baan zoekt, roller chick, wij kunnen hier zeker wel iemand gebruiken die snel beweegt. Snel? Kijk maar. Wauw. Ik wed dat ze supersnel burgers kan rondbrengen. Oh ja. Rollercheck, je bent aangenomen. Te gek! Wanneer begin ik? Nu. Wow, wow, kijk uit! Misschien heeft Roller Chick gewoon training nodig. Ik bedoel, roller derby is heel anders dan serveren. Het kan geen kwaad om haar een paar tips te geven. Oh, het kan wel kwaad als we het niet doen. Je kunt geweldig goed rolschaatsen. Misschien heb je wat evenwicht nodig. Laten we het proberen met 2 teambladen. Ik ben oké. Oké, gebruik 1 dienblad. Maar deze keer hou je stevig vast met beide handen. Ik ben oké. Oké, haal even adem. Sluit je ogen. Visualiseer jezelf met het dienblad zonder te crashen. Dat denkbeeldige dienblad was echt heel erg zwaar. Misschien ben ik niet geschikt voor iets anders dan roller derby. Hey, zeg dat niet. We komen er wel uit. We moeten wel, want ik heb echt je hulp nodig. Maar ik ben zo onhandig. Oké, misschien ben je dat wel. Dus doe het met stijl. Wat? Onhandig zijn? Ja, wees gewoon jezelf. Dit roller chick. Onthoud, wees jezelf. Echt wel. Nee! Wow, roller chick, je bent de mixmeester. Bedankt. Zie je wel? Je kunt iets. Oh ja? Oh, inderdaad. Zeker deze hier. Chocolade voor Lady Diva, vanille voor Swag en aardbei voor Love. Onthoud, wees jezelf. Oeps. Oh. Chocolade. Ja. Graag gedaan. Op de homies. Die het regelen voor de Lamatijnen. Ja, ons skateboard ziet er top uit. Ik wed dat het veel geld oplevert op de veiling. Oh, dat zal het wel, want Lady Diva is de veilingmeester. Het wordt een eitje om die Lamatijnen te helpen. Goed gedaan, roller chick. Dank je. De gouden verrassing moet hier ergens zijn.
Ik voel de sfeer. Is er een verrassing? En het is goud? Waar? Daar! Oh, wacht. En mijn haar zit nog steeds perfect. Hebbes, het is een snoeppapiertje. Sorry, ik had een snackaanval. Laat mij die aanwijzing nog eens lezen. Oeps, mijn fout. Ik pak hem wel. Kijk! Een geheim bericht? Vraag me af wat het betekent. Een zon met een pijl die naar beneden wijst. Ik weet het! 50% korting op alle zomerjurken! We hebben overal gezocht! Ja, en de geheime boodschap. Zo moeilijk te achterhalen. We gaan het raadsel nooit oplossen! Nou, niet te boos worden. Kijk, de zon gaat onder. Is het niet mooi? Zeker weten! Selfie-tijd! Dat is het! Kijk! Zon neer! De zonsondergang! Oh, je hebt gelijk! Het is de grote verrassing vlak voor onze neus! De mooie zonsondergang! Ja! Huh? Wat? Ik schilder al mijn selfies. Huh? Gefeliciteerd, Awesome Racers. Samen hebben jullie het raadsel opgelost. Oh, okay. Wow. De volgende aanwijzing wacht op jullie op Star Island. Tijd om te gaan. Dag. Zie je later. Oké, okay. Adios. Bedankt voor je hulp. Zie je bij de première. Gaan we naar de première van de Awesome Race? Ja! Woohoo!